Welkom bij Kennis voor Klimaat TV. Mijn naam is Niek en deze aflevering gaat over de superveilige dijk. Vandaag ben ik in de omgeving van Rotterdam en ga ik met twee experts op pad om over dit onderwerp te praten. Door de klimaatverandering krijgen we in Nederland te maken met grote hoeveelheden water. In het rivierengebied beschermen de dijken ons tegen hoogwater. Door inklinken van de grond en stijgende waterstromen in rivieren moeten sommige dijken worden opgehoogd. Er is echter ook een andere oplossing. We zijn hier in het Zuid-Hollandse Streefkerk. Ik ben hier samen met Jantje en zij is als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Wageningen. Jantje, waarom zijn we hier eigenlijk? Hier in Streefkerk wordt binnenkort een extra brede, robuuste, klimaatbestendige dijk gebouwd. De superveilige dijk houdt rekening met de effecten van klimaatverandering en gaat dus langer mee. In tegenstelling tot de huidige hoge en smalle dijken zijn de superveilige dijken zo breed en zwaar dat ze nooit door kunnen breken. Hoe kan een robuuste, klimaatbestendige dijk eigenlijk helpen bij het oplossen van de problemen die in Streefkerk spelen? Nou, een extra brede dijk schept kansen voor andere functies, bijvoorbeeld voor het bouwen van nieuwe woningen, maar ook om de verbinding tussen het dorp en de rivier te versterken. We zijn hier nu in de jachthaven van Streefkerk en die heeft plan om uit te breiden, een stuk die kant aan. En daardoor zou ook de verbinding tussen de jachthaven, dus nieuwe recreatieve functies, en de dijk zou ook versterkt kunnen worden. Zo'n brede dijk lijkt meer ruimte te kosten. Maar doordat er op gebouwd kan worden, kan hier ook geleefd worden. De dijk is dus niet alleen superveilig, maar levert ook extra leefruimte op. Hierdoor worden de brede dijken ook extra aantrekkelijk als leefomgeving. Ook bieden de dijken ruimte voor natuur, recreatie en bijvoorbeeld ondergronds transport. Door de mogelijkheden leveren klimaatdijken geld op in plaats van dat ze geld kosten. We zijn hier in Rotterdam. Anneloes, we lopen hier boven op de dijk, midden in de stad. Ik zie nergens water. Ja, dat klopt. Het is een beetje gek. Er zijn ook mensen die eigenlijk helemaal niet doorhebben dat dit een dijk is die ook water tegenhoudt. Komt het water nou heel hoog, dan kan in dit hele stedelijk gebied het water tot aan de rand van de dijk komen te staan. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Wat je nu steeds meer ziet is dat zo'n dijk die dus in de stad is, eigenlijk meteen wordt geïntegreerd, noemen ze dat. Dus dat het, de dijk eigenlijk meteen ook een park wordt. En sommige dijken worden zelfs zo breed gemaakt dat er ook hele huizen op kunnen staan. Oké, dus ik begrijp dat de dijken steeds meer een multifunctioneel karakter krijgen. Kunnen we straks in heel Nederland van dit soort dijken verwachten? Het zou wel mooi zijn, maar het is ook een stukje duurder. Dus het zal vooral gebeuren op plekken waar er echt ook vanuit de ruimte behoefte aan is. De Tweede Delta-commissie adviseerde om de veiligheidsniveaus van alle dijken 10 keer veiliger te maken. Een doorbraakvrije dijk is zelfs 100 keer veiliger. Op veel plaatsen in Nederland wordt al gewerkt aan nieuwe, brede en superveilige dijken. Zo wordt ons land steeds veiliger, ook bij verandering van klimaat en stijging van de zeespiegel. Vandaag ben ik alles te weten gekomen over superveilige dijken. Ze zijn sterk, hebben een kleinere kans om door te breken en zijn te integreren met de bebouwing. Dit was Kennis voor Klimaat TV. Bedankt voor het kijken.